Oké, cool. Kom eraan. Experience. Oh, oh. Ze bonken op de deuren. Oh, misschien... Als je schapen ziet... Ja, ik realiseer me nu. Ik ga even heel snel kijken of er wol is, maar ik denk niet dat er wol is. Ze hebben de deur doorbroken! Oh my god! What the... Welkom bij Noobcraft. Wij zijn twee noobs die de Ender Dragon ooit op een dag gaan verslaan. Yes. En ons fort is eindelijk klaar, soort van. Ja, alles is weer heel hier. Ja. Nee, maar ik kan er niet bij. Ja, een stomme creeper heeft net het halve kippenverblijf opgeblazen, maar het is gelukkig hard goed gekomen. Ja, het was heel spannend net hier. Nou had ik best wel weinig van meegekregen. Er zaten echt like 5 zombies voor die deur. En like 10 zombies hier over de ingang. Die. Maar ik heb ze allemaal gedood. Precies! Yeah. Oh, en een creeper! Ach. Want ik ben pro en zo. Mm-hmm. Veel proer dan jij. Nah, bullshit. In ieder geval, het is weer tijd om verder te gaan met onze quest. Dus ik ga verder diamant zoeken, want dan kunnen we ons tenminste een beetje beter verdedigen. Ja, good luck. Thanks. Ik wil even dit keer maar wel terugkomt met iets. Oké, dat is laag. Je weet dat het niet makkelijk is om diamanten te verzamelen. Tuurlijk wel. Een beetje zoeken. Are you serious? Ja. Ga dan maar zoeken. Oké. Oké, nee, wacht maar. Ik daag je uit. Wat? Zo. So. I challenge you to a duel! Oké, goed. We gaan deze aflevering... Wat doen we? Zal ik een timer zetten op 45 minuten? Ik weet niet of ik een timer in beeld kan zetten makkelijk, maar ik kan nu even een timer zetten. En dan binnen die 45 minuten, wie de meeste diamanten heeft, die wint. Oké, goed. De tijd gaat nu in! Jij gaat gewoon daar graven? Oké, succes. Ja, ik ga naar rechts. Ik ga een andere tunnel zoeken, ergens anders. Oké. Ik geloof dat hier wat was en ik wil daar wel even kijken. Hier was volgens mij ergens een best wel verre drop. Daar wil ik wel beginnen. Ik yes! Ik moet wel echt koud hebben eerst. Je faalt? Jij. Nou, doe maar zo. Oh, stop de timer. Ik ga eerst even hout zoeken. Waarom? Waarom zou ik de timer stoppen? Waarom heb jij hout nodig? Nou... Heb je sticks nodig of iets dergelijks? Ja, voor kool en zo en voor torches is misschien wel handig. Torches heb ik... Oh, ik heb torches zat. Ik heb alles zat. Ik ben voorbereid, want ik faal niet. Vraag jij om maar één dan. Ik ben wat verder gegaan. Nee. Nah! Dat maakt niet uit. Ik heb al 1 pickaxe gemold. Ik ben daar mee bezig. Hey. Ik heb een grot gevonden. Echt? Ja. Nee. Met lava. Daar is lava dus die ik hoorde. Doe maar zo. Maakt niet uit. Ik heb kool gevonden. Ik ook heel veel. Ik ga eens even kijken. Ik wil eigenlijk... Want er is hier lava en dat is misschien best wel irritant, maar ik wil eigenlijk niet... Oeh, ik heb een canyon gevonden. Of een refrein. Een refrein? Oh, snap. Blijft een grappig woord. Ja. Hey, ik heb goud gevonden. Hey, ik heb een creeper gevonden. Oh, wauw. Kom maar. Kom dan. Haha, ik kom net niet bij me. Dat scheelt weer. Ik ga lachen als een van ons doodgaat op onze diamond hunt. Ik niet. Ik ga dan best wel huilen, want dan betekent dat, dat we verder moeten gaan zonder. Ja, dat is waar. Nou, ik heb alweer 3 screenshots gemaakt deze aflevering. Vader. Ik hoor een zombie. Dat betekent dat hier ergens een cave moet zijn. En ik hoor een vleermuis. Ja, ik bedoel een zwarte vlinder. Je mag het best wel een vleermuis noemen hoor. Nee, een zwarte vlinder. Dat is veel leuker. Oh, ik kom steeds dichterbij. Oh, stop. Oh nee, niet dit weer. Wat? Ik kom weer een heks tegen hoor. Oh, echt? Ja. In een cave? Ja. Dan. Shit, wat nu?
cave, maar waar? Oh my god! Nee, 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 nee. Wat? Nee. Oh. Half leven. Als je doodgaat, hè? Half leven, half leven. Echt? Heb je het overleefd? Ja, je kan niet doodgaan volgens mij, maar dat... ik moet nu echt heel erg goed oppassen dat ik niet doodga door iets anders. Ja, je hebt eten bij je in ieder geval. Ja, ik heb eten bij me. Oh shit, nou hoor ik een... ik heb wel een boog meegenomen, die ga ik wel gebruiken. Hey, Emerald. Mijn pickaxe is alweer kapot. Ik ben er weer bij mijn laatste pickaxe. Dus mag ik alleen maar verder weg van die cave trouwens. Alle zombies willen me hebben, joh. Oké. Okay. Waar is die nou? Misschien zit hij wel gewoon boven me, weet je? Ja, dat kan. Nee, ook niet. Yes! Ik heb de heks in de fik gestoken. Wow. Nog. Hoe dan? Door mijn pijlen door de lava te schieten. Oh, wauw. Dat is best slim. Oh, kom op. Over. Waar is die cave? Ik hoorde heet het zombies, maar ik kom er niet dichterbij. Sterf! Damn it. Dat is mijn laatste. Oké, ik ga gewoon alleen maar rechtdoor nu. Oh, dirt. Misschien ben ik eigenlijk vlakbij een cave. Dirt betekent... Sterf! Oh. Alright, cool. Hij is dood, hij is dood. Nice. Ah, shoot, het zijn twee. Oh, het zijn er drie. Oké, het zijn er drie. Niks aan de hand, though. Niks aan de hand. Wat moet je helemaal doen? Ja, jij hebt in ieder geval een cave gevonden. Ja. Yeah. Ik ben nog niks verder. Ik hoor lava. Ik ook. Ik zie lava voornamelijk. Hoor ik niet gewoon jouw geluid? Ik kan me niet voorstellen. Nee, het lijkt me niet. Ik heb mijn koptelefoon op, dus dan moet je... Ik durf nu echt niet dichterbij te komen. Want... Oké. Okay. Pas op dat je niet in een fik staat, hè? Nee, nee. Maar ik heb water bij me. Oh, kijk eens. Oh, dat is wel slim. Dat heb ik dan weer net niet. Heb ik buckets mee? Ik heb buckets mee. Ik kan water pakken. Als dood dat ik in de lava val. Snap ik. Perfect! Dat was echt super slim. Hey Douglas! Shut up! Drie keer raden wat ik heb gevonden! Oh, het staat er ook echt in beeld! Nou, hoeveel? Heb je veel gevonden? 7, 8, 8 diamonds! Oh, wat? Deze gaat gauw naar boven. Maar het gaat om wie de meeste diamonds heeft gevonden, hè? Oh, wauw. Ik maak even een plek hier voor een chest. Oké. Oh, even kijken, heb ik de andere diamonds? Ik heb nog 5 diamonds, ik heb de andere volgens mij. Je hebt nog 5 diamonds, hè? Huh? Ja, die heb ik niet gevonden net, maar die heb ik nog van... Ik dacht al. Die voor... Ja, hier wilde ik zijn. Oh jeetje, echt. Al die... Ja, en daar gaat mijn... Oh, dit gaat... Oh nee... Dit gaat echt alles vertragen. Wat? Helemaal aan het doen. Nou, ik moet nu... Mijn pickaxe is kapot en ik moet nu snel een vervanging hebben. Heb ik andere pickaxe toch? Handig. Nee. Voor de rest komt het allemaal wel redelijk uit. Zo, ik ga even wat dingen nog doen. Zo. Hierin. Dat is niet zo erg. Deze.
Zo. Zo, oké. En een pickaxe! Oké, okay, we kunnen weer aan de slag. Of niet. Oh, dit vond ik wel mooi. Wat vond je mooi? Dat ik gewoon 8 diamonds heb gevonden. Ik zei het toch? Je faalt gewoon. Je hebt gewoon gelukt, dat kan niet anders. Nee. Hoe heb je het hoe heb je het gevonden? Wat? Hoe heb je het gevonden, zeg maar? Bij lava. En toen ging ik gewoon een beetje eromheen minen en ineens zag ik diamond. Het was van... Nou, dat is ook wat ik doe, in essentie. Waar staat de timer op? 27 minuten, dus er kan nog van alles gebeuren, Kirsten. Nog van alles gebeuren. Of niet. Ik moet even torches hebben. Oh, zoveel lapis lazuli! Waarom lijkt het zo op diamanten? Ik weet het niet. Het is wel een stuk lichter trouwens, bij mij. Ik heb zo goed als 2 stacks lapis lazuli. Oh, en ik heb lava ook gevonden. Op zich is dat aan de andere kant misschien ook alweer goed. Misschien moet ik even naar boven gaan. Ik heb weer een diamond gevonden. Eentje? Ja, eentje. Helaas. Maar hier is wel lava, dus misschien zit hier nog wat omheen. Bro, dit is gewoon een super grote lavapool of zo. Ja, volgens mij heb ik hier ook gewoon alleen lava en niet echt een grote grot of zo. Ja. Je hebt eigenlijk echt. Ook echt in een kwartier al meer gevonden dan dat ik in de hele aflevering. Dan ik in de hele serie. Echt jammer dit. Prachtig. Volgende keer mag je altijd gaan. Nee. Als je dit wint. Waarom niet? Dat is het meest effectief. Oh, alweer bijna door mijn pickaxe heen. Zit het boven me of zo? Ik hoor helemaal niks. Welke hoogte zit ik? Oh, weer een screenshot. 6. Waar zit je? 6. Ah, je moet tussen 16 en 11 zitten of zo, hè? 16 en 11? Ja, je moet niet. Toch juist laag. Onder de 12, dacht ik. Na 12 en 11 heb je de meeste. Zeg maar. Ah, well, that explains something. Dan ga ik weer even. Ik ga niet eens moeite doen om die cave te vinden. Fuck it. Ik vind het prima. 9, oh. 9. In dat geval. Ben ik helemaal de verkeerde plek aan het zoeken. 11. 11 was goed, toch? Ja, 11 is goed, ja. Right? 11 het is. Oké, okay, 9 diamonds. Wat zou ik nu doen? Wow, dat was bijna fout gegaan. Wat deed jij nou? Ik deed bijna de lava inlopen. Die neem ik allemaal. Dit is hier, cool. Ik ga denk ik weer hier uit. Hé, hey, ik heb nog wel... Ik heb... Oh. Huh? Ik heb een cave gevonden. Op de goede hoogte. Oké, okay, nice. Ik hoop zo. Ja, diamonds! Diamonds, ik heb diamonds! Echt? Hoeveel? 3 so far. Oké. Okay. Het is niet veel, maar het is iets. True. Ik heb meer. Ja. Ik ga weer naar boven. Het is donker. Alright. Sorry, ik heb geen niet hout genoeg om te slapen. Ja. Ach, goud. En het regent. Dat is irritant. Oh. Er zit weer een zombie op ons veld. Wat voor Dory? Gewoon hoe dan? Waar spawnen die beesten? Hoe dan? Ja, ik snap het niet. Het is ook gewoon verlicht, toch? Ja. Waar spawnen die dingen dan, joh? Ik hoor allemaal monsters, maar ik zie ze nergens. Holy shit, er zit hier een gat in de grond waar ik overheen liep. Dat is fijn. Handig. Dat heel anders uit kunnen pakken. Fijn, ik heb dat nooit. Ah, ze mollen de deuren weer. Oh nee. Maar in het begin hadden we dat nooit.
dat ze ineens random spannen. Dus. Alsof ze ons doorhebben. Ja, maar je moet kan je daar heel wat toortjes neerzetten? Helpt dat niet? Ja, er is gewoon wat mis met onze. Ik weet niet, ze spannen of op de torens of op de muren of zo, maar. Hmm. Nou, daar kun je toortjes neerzetten. Ja, cool. Ik kom niet nu terug om een Enderman te halen. Het verslaan, Sneer. Even de bucket gebruiken. Oké, twee buckets water. Ik blijf denk ik even hier in mijn torentje. Alright, als je het op wilt geven, prima. Dat is creeper groen. Ik kan alvast wat spullen maken van mijn diamond armor. Nou is die creeper kapot. Zal ik mijn diamonds alvast gebruiken voor mijn armor? Het kan. Huh, waar kom ik nou vandaan? Hier, oeh shit. Ben ik hier al eens geweest? Dan heb ik nog maar 2 diamonds over. Wat voor armor heb je gemaakt? Nog niks. Wat heb je gemaakt dan? Voor die Enderman hier. Ik schijt in mijn broek. Van die Enderman? Ja, hij is hier ergens. Pak een zombies hier. Geen toortjes. Ik ben een beetje. Ik ben een armor. Ik ben een beetje. Ik begin een beetje door mijn supplies heen te raken. Hoog zit ik? Oh, kom op. Oh, kom op. Wat is er? Wat is er? Ah! Wat is er? Wat is er mis? Oh, ik heb een ik word weer. Ah, ik word bang, Douglas. Ik ga hier schuilen. Moet ik terugkomen? Nee, ik schuil in de trap. Ik ben bang. Oké. Okay. Ze hebben de deur opengebroken. Alweer. Het klinkt alsof daar allerlei spannende dingen gebeuren. Ja, doet het ook. Ik ben bang. Ik wacht gewoon totdat het licht is en dan gaan ze allemaal dood en dan is het goed. Ze zijn allemaal binnengebroken. Fuck mijn leven. Hé, weer een. Beter ga ik even eten. Heb je eten? Voor zombies, ja, ik heb eten. Daar heb ik een klein tikje tekort aan. Ik ben goed voorbereid. Nou, maar ze eten gewoon op. Ik ben toch al langer weg. Had je ook niet veel bij je? Ik heb nog niks gegeten. Je moet niet rennen, hè? Ja, fair enough. Dan doe je echt super lang met je honger. Ja, ik bewaar het nu inderdaad voor wegrennen, voornamelijk. Oh ja. Hoi? Wanneer wordt het licht? Ik zie allemaal cobblestone boven. Waar? Waar ik ben. Zeg maar, in een grote kloof. Oké, weird. Is dit Is de cave waar we al zijn geweest ofzo? Ja, dat zou best kunnen. I'm going to investigate. Cobblestone heb je normaal nooit. Duurt lang. Waar is nou licht? Ja, I remember this. Dit is waar wij waren. Ja? Ja. Grappig. Nee, wat nou licht. Oh, daar moet ik eens gaan kijken. Welk deel van het armor zou ik als eerst maken? I don't know, maar je kan ook een zwaard of een pickaxe maken. Ja, maar is dat handig? Van mijn iron sword doet het nog best goed. Oh, kan ik nog geen... Oh, ik kan geen lapjes. Dus... Ik weet niet, is het nodig om een diamond sword te hebben? Nou, een diamond sword misschien niet, maar een diamond pickaxe heb je wel nodig om, hoe heet het, te pakken. Dat spul wat je krijgt als je lava en water mengt, maar dat het niet... Ja, ik ga terug naar huis, want ik begin een beetje door mijn honger te raken. Ja, ik snap wat je bedoelt. Hoe heet dat spul ook alweer? Goeie vraag. Ik zette mezelf in brand. Dat was wel stom. Echt? Ja.
Nee, je hebt water bij je, toch? Ja, ik heb mezelf gelijk weer kunnen helen, maar that's it. Ja, jeetje, ik moet wel echt weer terug. Wanneer is het nou licht? Oh my god. Duurt lang. Ik ben lichtelijk verdwaald. Op deze. Oh, dat is een crap. Oh, dat is geen zin. Ik krijg er maar één dan ook. Voor de rest... ik neem het al mee. Wat zijn ze nou weer aan het mollen? Ze zijn alles aan het mollen? Ja. Er zijn volgens mij echt kapot veel zombies hier binnen. Weet jij of het al licht is? Nee, ik ben binnen. Mm. In de grot nog steeds. Nee. Oh, het is al zover dat ik niet... Oh, creepers. Ga weg. Oh, kut. Ik kan niet meer. Zit er wel van waar ik vandaan kom? Bah, maakt niet uit. Ik ga gewoon naar boven mijnen. Ik zie wel waar ik uit kom. Hij is bijna licht. Mooi zo. Dat zou ik niet erg vinden als ik boven kom. Ik hoorde heet het zo'n geluid zo. Misschien is het al licht, maar door de regen kunnen ze niet verbranden. Dat zou zo kunnen, ja. Ik haat mijn leven. Douglas, red me. Kom maar aan, ik kom eraan. Ik ben ook niet echt in de perfect... Maar ik ben helemaal niet echt in de staat om te helpen. Ik ga even eten. Rotten flesh. Daar word ik wel ziek van, maar dan gaat het tenminste hoger. Ja, maar daarna gaat het gewoon weer omlaag, toch? I know. Oh, wat gebeurt er? Waar is mijn crunch? Hey. Op een deur vast, die naaier. Hoe hoog? Zul je die krijgen? Hoe hoog? Pas op, hè? Oh, het waren er maar een paar. Oh. Hey, je kan veel zeggen over die rotten flesh, maar het heeft me toch wel echt geholpen, hoor. Oké. Dat is wel nice. Oh ja, ik hoor de regen al. Oké, de deur is weer op zijn plek. De invasie viel mee. Ik heb het overleefd. Gelukkig. Mooi zo. Wil ik maken. Ah, daar is. Ik heb een diamond chestplate. Cool. Alright. Hoeveel diamond heb jij nou? Je hebt er 8, toch? Oh, hey, ik ben boven gekomen, heel dicht bij ons oude huis. Oh, chill. Ja. Maar jij hebt toch 8 diamond nu? Ik heb 8 hier. Ja, klopt. Oké. Ik heb er 3 gevonden. Ik heb gewonnen. Is het altijd? Oké, het is tijd over 6 minuten. Ja. Ik weet niet of je 6 minuten nog... of je nog diamond kan vinden. Het is oké. We hebben lekker veel diamonds. Dat is ook goed. Woe! Kom eens hier. Ga je mee weg. Maar, weet je wat we nu kunnen doen? Nou. We kunnen een nether portal maken. Maar dan moeten we misschien ook eventjes ergens doen of zo. Dus ik denk volgende aflevering gaan wij een nether portal maken. Wat vind je? Ja, dat is misschien wel handig. Let's do that. Oké, goed. Volgende aflevering een nether portal. Joosh. Oké. Iedereen tot de volgende keer. Tot de volgende aflevering. En hopen dat het nu wat minder... Volgende keer. Hopen dat het dan wat mooier weer is. Inderdaad. Ik ga een bed maken. Tot de volgende keer. Doei! Doei! How can I help you?
hypothetically, if you're in a house and you were launched into space, what would one do?